Zo druk als 2 jaar geleden wordt het niet, maar toch kan Noorderzon in augustus doorgaan. Het festival wordt door de aangescherpte coronamaatregelen alleen wel veel kleiner dan normaal. Dat kan omdat het Noorderplantsoen wordt ingericht als 1,5 meter terrein. Dus bezoekers hebben een vaste zitplaats en er wordt gewerkt met tijdsloten. In het kort wordt het echt een stuk kleiner in het plantsoen. In plaats van het hele park gaan we ons focussen op 2 eilanden. Eentje in dit gedeelte van het park, dat noemen we het noordelijke gedeelte. En eentje in het zuidelijke gedeelte van het park, dat is bij de speelweide aan de andere kant. En daarbinnen vind je dan speellocaties met voorstellingen, maar ook nog plek om iets te eten en te drinken. We vinden veiligheid natuurlijk heel erg belangrijk, vooral met de opkomende cijfers van de laatste paar dagen. Dus dat is voor ons echt nummer 1 prioriteit nu. We gaan ervoor zorgen dat er voldoende afstand is tussen mensen. Dat iedereen gewoon een veilige plekje kan vinden, dat je een vaste zitplek hebt. Ze gaan niet werken met testen voor toegang. Omdat we ook de laatste tijd zien dat het toch niet het gouden ei blijkt te zijn waar we op hebben gehoopt. En daarnaast vinden we het ook belangrijk dat Noorderzon voor iedereen toegankelijk is. Dus ook mensen die een andere keuze daarin maken. Door de stijgende coronacijfers zijn ze wel bang dat er nog meer maatregelen bij komen. Ja, dat is zeker een optie inderdaad. Maar we moeten nu gewoon uitgaan van de maatregelen die nu zijn aangekondigd. Afgelopen week vrijdag. Daar moeten we nu op sturen en we moeten gewoon voort. Want het is al heel erg snel voor Noorderzon. En anders hebben we echt te weinig voorbereidingstijd om alles nog voor elkaar te krijgen. Noorderzon is dit jaar van 12 tot en met 22 augustus. Ja, we hebben heel veel zin in. Ja, het is nu echt even super hectisch bij ons op kantoor. En iedereen die nog aan thuiswerken is natuurlijk. En echt, er komt nu weer van alles op ons af. Dus we blijven inderdaad bezig en veranderen van plannen. Maar desondanks hebben we echt ontzettend veel zin in. Ja.